is niet alleen eten, het is eten, bediening, kader, het gevoel waar dat je zit. Het persoonlijke, dat je geen nummer bent. Music in a boutique hotel should all be about like taking people back. Like back to a time where like for a lot of people and for like an older generation, back to a simpler time as well, I think. I think a boutique design hotel is a place where you actually want to spend time. And time really is the only luxury left. Wat kan je nog doen voor een cliënteel dat eigenlijk al heel veel verwacht, dat heel veel gewoon is? En daar is maar één antwoord voor en dat is een heel persoonlijke benadering. The need of the traveler has changed in a way that people used to book hotels just for purely functional reasons. They needed a bed and a meal and that's it. Where the boutique design hotel is different is where people actually want to spend time in the hotel. The hotel becomes the destination. Qua look and feel vind ik het ook heel belangrijk dat het een huiselijke sfeer heeft. Dat we inspelen op de behoeftes van de gasten is ook heel belangrijk, want dan voelen ze hun thuis, voelen ze hun belangrijk. Ik wil gewoon dat de gasten hier in het restaurant een warm gevoel hebben. En als er iemand toekomt en je kan op voorhand zeggen van kijk, we herkennen nu, je bent vorige keer geweest, je apprecieert die wijn uit die regio, dat lust u minder graag, we gaan daar rekening mee houden. Dan speel je een heel goede kaart en dat doen de grote hotels ook op de dag van vandaag. En zo kun je onderscheiden. If you leave the hotel wanting to take an object or a chair or an idea that you got during your stay with you, I think that was a successful experience. Travel is always like a really enjoyable thing for me. I'm obsessed with aviation, so like taking off with a plane is still every time exciting for me. I believe it's possible for a boutique hotel experience to be translated into an aircraft because of the service, because of the personalized service you're able to give. It's just a nice hotel where like you relax and you wake up on the other side of the world. It's an incredible feeling, I think. And the idea of like being in a metal bird, like 35 or 38,000 feet up in the air, and being able to like listen to music and kind of experience music that you normally wouldn't in your busy lifestyle is magical, I think.